We keren terug van de tandarts, klaar om verder Minecraft te gaan spelen. Hey, hallo en welkom. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag zijn we in Contentveen en heb ik een pakketje gekregen. Van Kingdom Jungle. Dat is de eerste keer dat ik een pakketje van hun specifiek krijg. Oeh, 2 diamonds. Wat lekkere potatoes. Bamboe is altijd fijn. Fines, helemaal top. Een vogelticket. Oké. Cacaoboontjes, koekjes en een samenwerkingboekje van René. Lieve Mukkelsup, aangezien jij midden in een ruzie zit met Kingdom Forden, zou het me een goed idee lijken dat je bij ons aansluit. Kingdom Desert, Jungle en waarschijnlijk Nathan en Mika. Nathan en Mika zijn natuurlijk Kingdom bij. Ik hoop dat je dit wil. Samen staan we sterk. Groetjes Rini. Kingdom Forden heeft kwast gestolen. Ja, dat was gisteren. Maar dit heb je waarschijnlijk al doorgehad. Ze hebben hem bij onze paarden in de jungle gezet als je hem weer terug wil. Dit was informatie die ik eigenlijk niet mocht doorvertellen. Huh, maar hij stond helemaal niet in de jungle. Of is hij nog een keer gestolen? Hallo? Nee. Hij is weer weg. Ze hebben kwast weer gestolen. Stip. Waar is Vlek? Ik zie Stip alleen. Vlek, hallo? Zeg maar niet dat ze Vlek ook hebben gestolen. Of oh, Vlek staat hier natuurlijk. Oh, ik zag hem net ook al lopen. Vlek, doe me dit ooit bijna. Ga terug in je hok. Dit is hele goede toeie, jongens. Dat ik nu gewoon een diamond heb gekregen. Een andere meuk. En die samenwerking. Stoppen de diamond terug. Eten stoppen we even hier. En de rest die dumpen we even hier weg. Laten we even kwast ophalen. En dan samen met kwast naar Kingdom Forden gaan. En vragen voor een uitleg waarom kwast daar stond. Jemig, wat is het hier veranderd, hé? Holy crap. Daar staat hij. Dat is kwast. Dit is hem, met de kat, kwast. Waarom word je consistent gestolen? Je bent zo'n lief paard. Oh my days, dat is echt heel cool. Oh mijn god, dat is de draak van René. Hij krijgt nu ook vleugels en poten en zo. Echt heel lijp. Jesus, wat is het hier groot geworden en lijp. Oh my days. Kingdom Jungle, hey, wie is dat? Oh, dat is Floor. Kijk, daar zijn we. Kingdom Forden. Dit is onacceptabel, jongens. Onacceptabel. Wat? Wat deed kwast in de jungle? Dat heb jij weer gedaan. Ik heb kwast dat hebben jullie wederom gedaan. Ik heb kwast niet in de jungle. Jullie hebben kwast weer in de jungle. Het was weer, nee. Jullie hebben hem weer gestolen. Nee. En deze keer in de jungle gezet. We zouden het niet durven. Dit kost 1 name tag. We hebben het niet gedaan. Dit kost 1 name tag. Nee. Als betaling. Jij wilde me spreken? Ja, wij hebben het niet gedaan, maar kom. Slaaf Rick, zeg het eens. Slaaf Rick, excuses. Ik denk dat je ongetwijfeld gehoord hebt van de oorlog die gepland staat door Kingdom Anoa. Kingdom Noah, daar heb ik serieus niks van gehoord. Kan ik hem op de kaart zien? Nee, dat hebben we er expres afgelaten. Land. Kingdom Anoa wil een Kingdom Anoa. Anne en Noah. Anoa. Oh mijn god, oké, ja. Nee, verder. Die wilden ze de oorlog starten tegen mij en Bram. Ja, wij accepteren dat niet. Alleen zijn ze heel pushy aan het doen, want ze weten dat wij gaan winnen. Omdat wij hebben natuurlijk alles, kijk naar me. Dus wat hebben ze gedaan? Ze zijn langs iedereen gegaan om mensen bij zich aan te laten sluiten. Kingdom Kut Biome zit bij ze. Kingdom Kut Biome? Ja, dat zijn Nathan en Mika. Dat is Kingdom bij, beetje respect. Ze hebben Kingdom Jungle. Ja, ze hebben Kingdom Jungle, maar ja, die heeft dus Maurits. En Maurits is gewoon een mokeraar de grinder. Dus die is ook een... Die is gewoon Maurits is inderdaad de grootste grinder van de server. En wat is er met Kingdom Koud? Kingdom Koud, die hoort bij ons. Die hoort bij jullie? Ja. Maar jullie hadden oorlog met elkaar? Nee. Kingdom Koud en wij hebben nooit oorlog. We hebben het bijgelegd. We hebben een Chris cadeau gegeven. Prima. Yes. Dus mijn vraag bij deze, aangezien Bram het dus nog niet heeft gevraagd. Wil jij Kingdom Forden bijstaan in deze oorlog? Hiervoor moet ik even naar mijn adviseurs thuis even het erover gaan hebben. Welke adviseurs? Reno? Ik moet het hier even over hebben met mijn hertog en mijn adviseurs Oké, dat was de vergadering met Rick. We gaan kwast weer pakken. Ik heb een name tag gestolen. Het is officieel. Maar het ding vooral nu is, ik heb en een uitnodiging gehad dus van Kingdom Anoa. Dat is dus Anne en Noah. Wat Jungle, Nathan en Mika zitten daar ook bij Kingdom bij. Maar nu heb ik dus ook een uitnodiging gehad van Kingdom Forden. Laten we even naar René gaan en haar woord aanhoren. Oké, René is hierboven met de draak bezig. Laten we kwast even stallen. Oh, hij mag niet weglopen. Dus laten we hem even in een hokje zetten. En dan even met René gaan overleggen. Ik sta hier nu bij René om het met haar over te gaan hebben. Enige is, als ik nu naar de tijd kijk, ik heb een tandartsafspraak. Ik heb een gaatje, jongens. Hij moet gevuld worden. Dat klonk echt heel raar. Dat klonk echt heel gekker dan dat ik dacht dat het ging klinken. Maar in ieder geval, ik ben zo terug met verdoving en al om weer verder op te nemen. We keren terug van de tandarts, klaar om verder Minecraft te gaan spelen. Nou, je ziet het een beetje.
beetje. Ik was hier... Oh, mijn god, je hebt je... Het is zo vervelend om te praten, sorry. Ik heb je je cadeautje gehad. Ja. Ik ben net bij Forum geweest. En die willen dat ik zich bij hun aansluit. Ja, dus... dat dacht ik al. En ik hoor dat Anne al heel veel geronseld heeft. Dus wat is de goede reden om aan te sluiten bij Kingdom Jungle? Nou, jij hebt al ruzie met Forum, toch? Ja, maar ze hebben me een name tag gegund. Wat als jij met diamonds en andere dingen gegund, daar niet van, maar... Vogeltjes. Ja, maar hoe kom ik eraan? Ik heb vogeltickets gekregen. Nou ja, dan mag je in de jungle twee vogels zoeken. Oh, en die mag ik dan gewoon claimen. Als kwast niet meer waard is dan één name tag. Kwast is meer waard. Nou dan. Oké, weet je. Ik heb een idee. Je hoort van mij. Ik ga een vergadering starten. Ik ga iedereen naar Kingdom Forest sturen. Met mijn verlamde mond. En dan gaan we even praten over deze oorlog. Nou, wij zijn hier met z'n allen samengekomen. Omdat koning Walnoot deze meeting heeft aangevraagd. Dus we zitten hier. Goeiedag, ja. Heren, dames, toos. Welkom allemaal. Ik heb een half verlamde mond. Er is oorlog. Anne, Rick, vertel het eens. Nou, ik zou het vertellen. Anne komt hier altijd met haar netherite armor. Een beetje flexen, weet je wel. Ja. Dit en dat. En... Ja, kijk naar jezelf. Laat elkaar even uitpraten, jongens. Precies. Wederzijds respect, jongens. Dan zegt ze altijd, ja, ik ben goed in PvP en zo, weet je wel, dit en dat. Ja, en dan wordt ze gewoon even volledig neergebost door Bram. En dan is het, mag ik mijn spullen terug? Dan in één keer wil ze een oorlog starten. Terwijl we gewoon een vredesverdrag hebben. Is dit waar, Anne? Dat is helemaal niet waar. We hebben een vredesverdrag. Wat is geweest, is geweest, jongens. Ik hoor dat er teams zijn gecreëerd. Dat er alliansen zijn gemaakt. Ik hoor dat Anne... vrienden heeft gemaakt. Ik hoor dat Rick vrienden heeft gemaakt. Wie hier staat nog compleet buiten deze situatie? Naast mij. Nou, oké. Oké. Oké, jongens, dan hoort het oorlog. Dan gaan we er ook oorlog van maken. We gaan er een oorlog van maken. Maar de vraag is, wie steun jij, meneer Walnoot? Koning Walnoot, excuses. Nou, hoe graag wil je me, Rick? Wat wil je hebben? Ja, wat hebben jullie te bieden? Ik stuur een tientje PayPal. Max, ja? Ga je tegen je vrouwelijke wederhelft willen vechten? Dat is de vraag. Ja, dat is leuk. Nee. Max, je weet hoe krachtig Kingdom Forest is. Wat heb je op je hoofd? Jullie twee zijn de grootste grinders die er zijn. Jullie zijn de machtigste hier. Met z'n tweeën daar. Kingdom Jungle bestaat uit 4 personen, hè? Ja, maar jullie zijn zeg maar het keukenvolk. Brouwers. En nee, grapje. En bang dat hij is. Nee, maar dat zijn de twee grinders. Wat zeggen die? Wij zijn jungle. Oh, de jungle. Ik snap het. Twee warme biomes, hè? Maar Forum heeft het wel paard gewoon gestolen. En... Dat is niet waar. Hij heeft Jullie hebben meerdere malen mijn paard gestolen. En arme Chris dan. Chris, Justin, hoe kan je dat eigenlijk? Hoe kan je achter Rick staan? Je zegt dat ik achter Rick sta. Je zegt dat ik achter hem. Vanaf mijn perspectief sta je achter hem. Iemand anders nog wat een deel die wil zeggen bij deze meeting of zo? Doen we zondag nog steeds golven met z'n allen? Of? Ja, zondag. Zondag golven? Zelfde tijd vorige week? Kunnen we dan naar de bios? Ik wil Spider-Man nog zien. Ik ga weg. Auw! Dankjewel voor de meeting, maar jullie eigenlijk niks. Nou, doei. Oké, jongens. Het is duidelijk. Er komt oorlog. Ik word echt helemaal gek van mijn lippen en mijn mond die helemaal verlamd is. Maar het is oorlog. En ik vond het leuk. Ik laat jullie beslissen. Wie is de kant ik ga kiezen? Moet ik bij Forden of moet ik bij de jungle en Anne en Anoa? Eén grote opmerking. Mijn vriendin Rini zit bij de jungle, dus de keuze wordt moeilijk. Laat nu in de reacties weten. Team Forden of team Anoa / jungle. En aangezien die oorlog eraan komt, jongens, moeten we mijn fort gaan... We gaan mijn fort beschermen. Oftewel, we moeten verder bouwen. Ik moet betere armor hebben. Je zag het, iedereen begint al netherite te worden. Iedereen heeft allemaal enchantments. En dan loop ik daar in mijn diamond non-enchanted armor. Echt. Maar laten we eerst even snel deze toren afmaken. Ik heb net zojuist even de mensen afgeluisterd van de andere kingdoms. En ze willen u gaan omkopen. Stone en cobblestone. Dat is goed, Trick. Dat is, je moet voorzichtig zijn, dat heb ik nodig. Maar ik heb heel veel cobblestone en stone. Ik zal erover nadenken, Rick. Ik waardeer het offer. Ik ga kijken wat zij offeren, want misschien offeren zij wat beters. Zo, het gaat de tijd ook snel met jou hierboven. Wij zijn gestekt met potions, meneer. Dit is een strength 2 potion. Dat zijn wij extra. Dat is echt heel zonde dat je die nu gebruikt. We noemen Anne tegenwoordig het zandmeisje. Het zandmeisje. De zandheks. De zandheks. De zandheks. De zandheks. Dat klinkt wel echt heel kut. Zandheks.
zandheks, pardon. Oh, dat heeft ze gehoord. De zandheks heeft het gehoord. De zandheks heeft het gehoord, ze komt. Geen oorlog hier, geen oorlog voeren in mijn basis. Binnenkort zal er op het winkeleiland een extra shop bijkomen, waarbij onze redstone services aanbieden. Mocht je interesse hebben in een poort die open en dicht kan, dan weet je dat zeker te vinden. Oké, nee, oké, prima. Goed om te weten. En zo is het hele plafond hier ook gewoon klaar, of het dak kan ik eigenlijk beter zeggen. Alle torentjes zitten erop. Nu is het tijd om de glas in te gaan werken en zo. En ik heb zand gekocht vorige aflevering, dus dat gaan we gelijk even omsmelten. Oeh, dit ziet er goed uit, jongens. Die kleine torentjes erop met die daken. In het midden heb je die andere grote toren zoals dit. Ik ga daar even op staan. Dan heb ik misschien een betere zicht erop. Ja, kijk, dit ziet er toch leuk uit. Kijk eens, die onderkant is heel detailloos, maar dat komt omdat daar gewoon letterlijk nog gebouw tegenaan komt. Maar hier ben ik blij mee. Je moet even dit rare scaffolding torentje wegdenken. Maar dit is leuk, toch? Dit ziet er gewoon leuk uit. Ik ga nu de ramen daar even regelen en dan wil ik even gaan minen voor netherite. Laten we trouwens even ook iets doen wat we al een tijd geleden hadden moeten doen. Kwast. Hoppakee. Kwast, daar ben je. Ja. 1 en 2. Je heet daadwerkelijk kwast nu. Oh, ik ben zo trots op kwast. Hij heeft eindelijk gewoon zijn rechtmatige naam gekregen. Ja, praat zelfs tegen me. Ik heb de vloer hier gelijk gemaakt en de ramen er eigenlijk ingezet, behalve dan de ramen zelf. Ik heb de outline van de ramen, zodat ik alleen nog maar dit hoef te doen. Maar ik vind wel een hele leuke ruimte hier om of mijn slaapkamer te doen, of de vergaderzaal gewoon hoog boven in de toren. Ik voel langzaam ook een beetje het gevoel terugkomen in mijn lippen. Niet helemaal, maar dat kan ook nog wel echt even duren. Maar ik word er wel een beetje gek van op het moment. Nou, laten we het glas erin plaatsen zoals dit. Ik twijfel misschien dat ik eigenlijk nog blauw glas, maar dat kan ik altijd nog doen. Laat ik eerst maar gewoon even normaal doorzichtig glas maken en dan kijken hoe dat eruit ziet. Alright, plafonnetje zit erin. Nu hoef ik het alleen nog maar te belichten en eigenlijk een trap ernaartoe te voegen, want als je hieronder kijkt, je ziet daadwerkelijk gewoon niks. Maar het is wel een veilig ruimtetje nu in de toren hier. Zo, wat gaat de tijd toch snel, hè? Jemig, wat gaat de tijd snel. Kijk, daar hebben we de zon alweer. laat ik het even belichten. En dan beschouw ik het voor vandaag als klaar met deze toren. Laat ook maar nu gelijk even in de reacties weten. Wat voor kamer moet ik hiervan maken? Mijn slaapkamer of de vergaderruimte? Met een mooie grote ronde tafel in het midden. Met een map daarop van mijn kingdom. En dan stoelen eromheen dat er genoeg mensen kunnen zitten. Chestroom of zo wordt het sowieso niet. Want het is veel te weinig ruimte en veel te veel glas aan de rand. Dus of de slaapkamer of een vergaderruimte. Maar laten we voor nu even netherite gaan minen, want het is veel te slecht om maar telkens met die diamond tools rond te lopen. Dat moet allemaal even netherite worden om het gelijk te kunnen enchanten. Daar heb ik serieus oprecht wel even zin in. Oeh, ik heb niet genoeg eten bij me. Laten we even wat eten pakken en dan die kant op gaan. Nou, we zijn officieel begonnen. Ik begin met gewoon een klein pad zoals dit en dan ga ik het wel gewoon helemaal uittakken, joh. Kijk wel hoe ver ik kom. Ik hoop in ieder geval alleen mijn pickaxe en mijn zwaard om te kunnen toveren naar een netherite tools. En mijn armor en zo, dat komt allemaal nog wel, want die zijn toch, als je ziet hier, die zijn allemaal bijna stuk. Weet je. Maar vooral gewoon even mijn zwaardje en mijn pickaxe, want er komt oorlog aan. En dan moet al goed voorbereid zijn, hè. Ja, we hebben de eerste gevonden. Hoppakee. De eerste ancient debris wat we om kunnen toveren tot netherite. Hier ben ik heel blij mee. Kijk, de volgende twee bij elkaar. Hier. Oh, dat is toch even fijn. We hebben er al 3. En met 4 kan je 1 netherite maken. Dus nog eentje en dan hebben we gewoon al 1 van de eerste tools geüpgraded. Oh, ja. Oh, het is veel. Het is echt heel veel. Ja, en we hakken er een beetje om. Ah, zo, de scrapple. Oh, wat top. Oeh, daar moeten we voor oppassen. En mijn verdoving is ook alweer bijna uitgewekt. Nou, het is een wonder, jongens. Het gaat allemaal in één keer. Ja, heel goed. Althans, dan moet ik niet te hard juichen, nu ik het zo zie. Zoeken naar een netherite in de nether is gewoon echt je pickaxe stuk maken. En als je geluk hebt, kom je nog meer XP tegen, zoals dit. Want met mending erop, jongens, dan repareer je gewoon lekker je pickaxe en alle XP die je oppakt. Kijk, en er nog een keer 2 gevonden. Dat maakt, als het goed is, 8. Ja, oftewel, nu kunnen we wat ik wilde, mijn pickaxe en mijn zwaard allebei upgraden. Dit vind ik wel heel chill, jongens. Hier ben ik wel echt heel blij mee. Ik heb er op het moment 13 en ik wil er heel graag 16. Want dan kan ik gewoon al mijn tools doen. Kan ik ook gewoon mijn axe en mijn shovel doen. En dan zou je denken, waarom ga je je shovel nou netherite maken? Dan is het een happy normaal gewoon, weet je. Dan hoef je niet telkens een nieuwe shovel te maken. Niet telkens weer diamonds te wasten aan een shovel. Maar ja, dan moet ik nog 3 ancient debris vinden. Ik denk dat dat wel goed gaat komen. Ja! 1 en 2. Oh, en 3. Oh, maar ik had er al 3. Dus we hebben nu 17. We hebben zelfs eentje extra. Oké, jongens, laten we snel terug gaan naar huis met 17 ancient debris. Het allemaal even omsmelten tot netherite. En dan, oh, dan kunnen we mijn tools eindelijk omzetten. Ja, daar heb ik echt zin in. Maar dan moet ik eerst de route naar huis zien te vinden. Dat is ook altijd nog een dingetje. Ik heb een ladder gevonden, dat is meestal goed. Daar zitten we meestal wel goed. Ik weet alleen niet waar we dan uitkomen. Ik hoop gewoon bij iemand zijn basis of zo. Oeh, dat gaat me wel heel veel besparen als ik nu
wel gewoon bij de basis ben. Hoppakee. Mail uit Kingdom Anoa. Oké. Ze zijn me echt aan het omkopen. Wacht, dit gaan we even doen. Ik heb mail. Kelsite. Ja, dat is niet zo interessant. Maar we hebben Amethyst. Netherite quartz. Wat zeg ik nou? Netherite quartz. Gewoon nether quartz. 4 diamonds gekregen en gold ingot. Nou, wat gaan ze deze keer van me willen? Beste Max, je staat natuurlijk voor een moeilijke beslissing. En dat laat je over aan je kijkers. Graag wil ik jullie nog even een paar dingen duidelijk maken. Kingdom Forden zegt dat ze ons allemaal makkelijk aankunnen. 1 voor 1. Maar kunnen ze ons ook aan als wij als 1 team staan? Bram en Rick hebben beide vaak veel woorden, maar weinig daden. Ze zeggen bezig te zijn met grote projecten. Maar ik vertrouw ze gewoon niet. Zulke grote praatjes hebben ze. Bedenk ook eens wat ze hebben gedaan met die arme Chris. Die 2 van voren zijn gewoon te vol van zichzelf. Denken dat ze alles zijn hier. Nou nee, Bram en Rick. Wij zijn hier klaar mee. En willen hun met de grond gelijk maken. Ik heb al heel wat mensen hier in de server achter me staan. Dus de keuze is aan jullie. Wil je dat Max doodgaat? Hallo, wil je dat Max doodgaat? Misschien kunnen we het wel, hè? Wie weet? Wil je dat Max doodgaat samen met Bram en Rick? Nee toch? We houden er allemaal van om te winnen. Dus ik zeg, kies het winnende team. We weten allemaal wel welk team dat is. Ik zie de reactie wel tegemoet komen. Je bent hier altijd welkom. Met vriendelijke groet, Anne en Noah. En iedereen die achter ons staat in deze strijd. René, Floor, Maurits, Mark, Ido, Jori, Nathan en Maika. Maika, wat zeg ik, Mika? En daarom vind ik het ook een beetje lullig om dan niet achter Forden te staan. Als er al zoveel... Ja, weet je? Er staan al zoveel mensen achter Anne en Noah om Forden te gaan verslaan. Dan is het toch lullig om niet achter Kingdom Forden te staan. Maar ze komen wel met zoveel... Kijk, ik heb weer 4 diamonds erbij. Laten we ten eerste even de netherite omsmelten hier. Kijk, daar gaan ze. Hoho. Ja, ik weet het niet, jongens. Ik vind het moeilijk. Jullie moeten echt helpen met de beslissing. Oeh, netherite. Oh, daar zijn ze netherite script. Dan moet ik goud erbij hebben. Dat heb ik al. Netherite ingot. We hebben er al 2. Ja, ja. Nu moet ik alleen nog zo'n tafeltje hebben. Smitting table is dat volgens mij. Hoe maak je die? Als het goed is, ja. De brandbreker is officieel de netherite. Laten wij het diamond zwaard nog niet netherite maken. Laat ik het eerst even enchanten. Want volgens mij worden enchantments duurder als je er netherite van maakt. De laatste kunnen we ook om te overreden. Dan hebben we er nog 3 over. Dus oftewel, als ik het zo doe. Kijk, eentje voor mijn zwaard. Eentje voor mijn axe. En eentje voor mijn shovel. Of ik wacht daarmee. En ik maak het voor mijn chestplate, leggings en boots. Welke is handiger? We wachten gewoon nog eventjes geduldig af. Ik heb voor jou efficiency. Je ziet 5 nodig. 2 keer, Berend. Maar ik heb geen emerald. Oftewel, laten we even een kleine korte mindsessie houden. Niet al te diep gewoon in wat caves. Kijken of we wat emeralds kunnen vinden. Want dan kan ik gelijk wat dingen gaan enchanten. Het minen wil ik ook niet zomaar op een specifieke plek doen. Althans, ik wil het wel op een specifieke plek doen. Ik wil namelijk minen in de basis van Justin en Robin. En oh my, deze, wat zijn ze aan het doen? Wat doet Annie hier? Ze hebben ook een heel pad gecreëerd. Waar gaat het heen? Wat is dit? Dit wordt de deur naar jullie, Yes. Oh, hij staat open. Oh, dat vind ik cool. Ik vind het echt tof wat jullie met de inrichting hebben gedaan. Je zou het vast niet heel erg vinden als ik hier in de buurt ga minen in de cave. Want ik heb emeralds nodig en dat vind ik echt in berg alleen. Ik wil wel mogelijk dan een prijs geven ervoor. Als ik even mag minen in jullie berg. Ja hoor. Ja, okay. If you're going down, you have a very big cave. Oh, dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Dit is top. Ja, dit is echt top. Hier ga ik emeralds vinden. Nou, oh, dit is top, jongens. Want emeralds vind je zoals... als je dat nog niet wist... dat vind je het meest in bergen. Meest eigenlijk alleen maar. Emeralds kan je vrijwel alleen maar in bergen vinden. En dan maakt de hoogte ook totaal niet uit. Ik kan, als ik wil, hier gewoon ineens nu emeralds zien. Laat ik trouwens maar gewoon alles gelijk meemijnen. Ook zoals dit ijzer en zo. Hallo. Koning Robin van Kingdom Coat. Goeiedag, meneer. Goeiedag. Wat denk jij het aan het doen te zijn? Ik heb toestemming van jouw andere koning. Oké, jongens. Ik ben er dus achter gekomen dat de beste locatie of hoogte voor emeralds 256 ongeveer is. En man, dat is hoog. Ik zit pas op 140. Ik dacht dat het zou wel echt richting de min gaan of zo. Maar nee, dat is juist met emeralds hoger. Laat ik hier eventjes omhoog hakken en dan kijken of ik op zo'n hoogte terecht kan komen. Oh, ik ben bovenop de berg uitgekomen. Maar dat maakt het al veel makkelijker. Want nu kunnen we gewoon naar de hoogte toe gaan waar we nodig zijn. En dan gaan we daar gewoon in de muur hakken. Of we vinden een cave zoals dit. Ja, ik denk dat we hier wel emeralds tegen gaan komen. Laten we maar niet al het ijzer hakken en zo. Aangezien dat toch niet van mij is. Maar ja, 1 emeraldje. En dan krijgen we er ook maar 1 uit. Ik had meer verwacht. Ik had meer verwacht. Hey, berggeitjes. Hallo. Hallo, berggeitjes. Volgens mij heb ik het hoogste punt bereikt. Wat doet de kat hier in de bergen? Jongens, ik was zo'n beetje aan het rondlopen. En er is hier een verdwaalde kat. Wat doe je hier? Oh, dit kan niet. Ik heb alleen geen vis. Kat, kom hier. Ja, ja.
Oké, kat, blijf daar. Blijf daar, ga nergens heen, oké? Ik ga toren naast je bouwen dat ik je niet kwijt kan raken. Robin, Robin, noodgeval, noodgeval, noodgeval. Ja, ja. Ik heb vis, vis nodig. Ik wil vis. Blijf waar je bent. We hebben hier een warm water zoetbad. Warm water zoetbad. Hier leven alleen maar warme vissen. Ja, dat is prima. De warme vissen in een koud gebied. De vissen zijn best goed. Dan gaan we rouletten met die kat. Kijken wie hem krijgt. Gaan we onze beurt een visje geven. Want dan wil ik er nog twee. Oké, ik heb er drie nu. Wacht. Het is belangrijk. Ha! Die kat. Help! Ik ben Fries! Robbie! Ik haat jullie! Ik haat jullie bij je. Die kat is belangrijk, dit komt zo. Nee. Ik heb geen dirt. Je hebt ook zo'n hekel aan. Ik mag jou zo niet. Ik heb geen dirt, kom. Oké, we gaan roulette doen, oké? Beloof het me. Jij begint of ik begin? Jij begint. Hij is voor mij. Mijn eerste poging. Het heeft één visje gekost. Nee! Jezus, wat is die Harry? Dat Zwijnstein die groeit. Oh, je kan mijn kasteel gewoon... Het is inderdaad Zwijnstein. Wat lijf. Ik wist niet dat je dat vanaf hier kon zien. Nou, we zijn weer veilig bij Zwijnstein, zoals Robin het mooi zegt, aangekomen. Kom toeter naar binnen. Weet je wat? Ik loop wel gewoon in een teleportje. Maar 1, 2, hoppakee. Oh, ik kan jou op de krabpaal zetten. Nou, het heeft even mogen duren. Maar toeter zit op zijn plekje. Ga jij eens even lekker daar, hoppakee. Zo, je verdient een vis. Weet je wat, jij hebt al genoeg gehad? Die is... Nee, nu staat Dikkie Dik weer. Nee, dat was niet mijn bedoeling. Nu moet ik weer helemaal voor Dikkie Dik gaan vissen. Maar Toeter zit op zijn plek. Dat was een hele moeilijke plek om een kat te krijgen. Nou, nu dat met de katten is geregeld. Jij moet nog net even iets meer op je plekje, Dikkie Dik. Zo, hoppakee. Geregeld heb ik nu alle spulletjes die ik gemined heb. Gaan we even omsmelten natuurlijk. Jezus, wat heb ik trouwens veel kool erbij. Ik heb de helft natuurlijk aan Robin gegeven. Want dat was wel zo eerlijk. Aangezien ik in hun baaien mocht minen. Alleen ben ik denk ik wel een beetje teleurgesteld over het... Ik heb helemaal geen emeralds. Dus ik heb niks aan 5. Oh mijn god, ik ga hier niks aan hebben. Oh, dat meen je. Nou, laten we dan maar dealen met mijn villager. Wat heb je voor me? Een boek krijg ik 1 emerald voor of 19 peper een emerald. Ik denk dat een boek een betere deal is. En het ding is, ik heb ook 13 boeken, dus dat zijn toch 13... Ik had gewoon nooit moeten gaan minen. Ik heb, ja, trouwens, nu heb ik wel een leuke kat. Maar uiteindelijk is dealen met villetjes toch echt... Ja, hier, je ziet het. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let op, ik heb nu al 8 en hij is zelfs geüpgraded. Wat krijg ik nou van je? Oh, een boek ik wil. 1, nou, dat is niet zo... Silk Touch! Nou, Berend, wat verras je me. Kijk nou, hij heeft gewoon Silk Touch voor me geregeld, die Berend, oude vriend. En efficiency kost nog maar 8 en ik heb... Ik ben helemaal flabbergasted, hier. De Rick Rufter. En dan hebben we mijn Diamond Shuffle nog. En die noemen we de Justin Jager. Nu heb ik mending en unbreaking nodig. En ik denk dat dat verkocht wordt in bij het winkeleiland op het winkeltje van Voorden. Dus laten we gelijk de kant even opgaan. Kijken of we dat nog kunnen kopen. En als al die enchantments erop zitten, overigens heb ik niet genoeg levels. Dan kan ik ze overzetten naar Netherite. Laten we even kijken wat er verkocht wordt. Flame, Silk Touch, Infinity en mending. Hoe duur was mending? 6 diamonds. Dus dit zou 12 diamonds kosten. En voor de rest verkopen ze niet het boekje wat ik zoek. Er zijn wel bijna al mijn diamonds op. Als ik hier 12 van moet droppen. Laat hieronder uw betaling achter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6. Oeh, ben ik wel een beetje arm aan het worden. Er zit een doren in onze kaart. Oh, ik sta op jullie kaart. Hallo, ja! wat moet dat in onze base? Ja, ik sta op jullie kaart. Dit vind ik leuk. Maar dan kunnen jullie mij altijd bespioneren. Hé, hey, Robin. Wij willen hier geld voor. Dat jij daar op onze geld kaart voor? Staat. Ja? Oeh, ja. Tot ziens. Nou, we hebben nog geen unbreken kunnen regelen, maar wel mending. Dus dat is al top. Laten we die even kijken. Die kunnen we als het goed is nog niet opzetten. We kunnen hem in ieder geval op de X zetten. En dan zijn allemaal levels op. Want hiervoor op de shuffle heb ik helaas nog niet genoeg levels. Dus laten we het boekje hier even dumpen. Samen met de Netherite, de Diamonds. Oh, dit is als een goede progressie episode, jongens, dit. Want we zijn bij het einde aangekomen. Ik wil jullie enorm bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer zeker even als je het nog niet hebt gedaan. Kijk, deze prachtige... Wauw, wat een video. Die moet je ook zien. En dan... Tot de volgende keer!